De behandeling van de zogenoemde ID-kaartenwet gaat moeizaam. Zowel coalitie als oppositie plaatsen handtekeningen bij dit wetsontwerp. Het doel van de nieuwe wet is om een betere identiteitsbeveiliging voor de burger mogelijk te maken, middels de voorziening van biometrische en elektronische eigenschappen. Rosselli Cotino wilde van de regering weten waarom er een vingerafdruk van de houder zichtbaar geplaatst moet worden op de ID, terwijl die meteen een password is. Om te komen tot de informatie die staat op de chip. Maar laat de regering me ook vertellen, voorzitter, als het inderdaad de vingerafdruk is van de houder die ze bedoelen. Is het de vingerafdruk van de houder of is het gewoon één vingerafdruk die op alle kaarten als hetzelfde zal worden afgedrukt? En natuurlijk begrijp ik, voorzitter, dat het voorzien van de ID-kaart van vingerafdrukken belangrijk is om de identiteitsfraude te bestrijden. Maar ik wil graag dat we dat goed doen. En de toegang tot die vingerafdruk, vooral omdat we die vingerafdruk als toegangscode gebruiken, dat we dat goed beschermen. Deo Sharman wilde weten waarom er in het wetsontwerp is opgenomen dat er maximaal 30 dagen nodig zijn om de nieuwe ID-kaart te maken. Bij CBB duurt het op dit moment volgens hem maximaal 3 dagen. Ik vraag via de spreker aan de regering om dat een beetje goed uit te leggen, zodat de samenleving ook geïnformeerd is en weet waarom het zo lang duurt en eventueel het zelfs naar 60 dagen kan. 1, 2 is het betalingsaspect, dat zijn bedragen genoemd. En ik wil weten waarvoor gaan we betalen. Betalen we voor de, als aanmaakkosten of betalen we voor gebruikersrechten? Want de kaarten zijn eigendom van de staat. Wij krijgen het in bruikleen, wij zijn bezitters. Betalen we voor de rechten of betalen we voor de aanmaak? Voorzitter, ten aanzien van lid 3, of artikel 3, lid 2, waar is aangegeven dus dat de kaarten persoonlijk moeten worden aangevraagd, voorzitter. Een verzoek dat de regering rekening houdt met mensen met beperkingen en mensen die invaliditeit hebben, voorzitter, om te weten dat de aanvraag van die nieuwe ID-kaarten toch wel een aantal handelingen met zich meebrengt, die misschien toch wel voor die categorie van mensen wat problemen zouden hebben als ze echt niet goed worden ondersteund door misschien andere voeders. Dus verzoek dat de regering dus wat extra faciliteiten voor deze groep van mensen in orde maakt, voorzitter. Ousmane Wangsa-Besari en daarvoor Deo Sharman, gisteren bij de behandeling van de ID-kaartenwet. De behandeling verloopt niet vlot, omdat er veel kanttekeningen geplaatst worden door zowel de coalitie als de oppositie.